Goedendag kijkers, welkom bij een nieuwe aflevering van ons programma In Gesprek Met. In deze aflevering praten we met de pasgekozen CARICOM en SDG jeugdambassadeurs. Kijkt u mee. We praten in deze aflevering eerst met de CARICOM jeugdambassadeurs die recent zijn gekozen. We praten dus met Richard Pinas. We praten dus met Richard Pinas en Arantxa Suedo. Arantxa kennen we al van ATV, want ze is medewerker hier bij ons. Dus we beginnen eerst met Richard. Richard, kun je ons vertellen wat je achtergrond is en wat je ertoe heeft gedreven om je kandidaat te stellen voor deze functie? Nou, ik ben 26 jaar, laat me dat alvast meegeven. En ik heb al jaren jongerenwerk gedaan. Ik heb ook samen met Arantxa in het verleden aan UNICEF-projecten gewerkt. En ik ben nu ook Caribbean Climate Justice Leader, waar we pleiten voor beleid inzake klimaatbestendigheid. En toen de functies vrijkwamen op, toen het ministerie dat bekend maakte, heb ik me dus gekandideerd sinds ik ook al opereer in het Caribisch gebied of in de CARICOM. Ja, en Arantxa, bij jou kunnen we zeggen die dame met verschillende petten op. Ja. Want iedereen kent je van de TV, maar ook een sociaal werk dat je in het verleden hebt gedaan. Wat heeft je gemotiveerd om je kandidaat te stellen voor deze functie? Ja, ik heb eigenlijk altijd passie gehad voor jongerenwerk en in 2016 is het echt bevestigd toen ik me kandidaat stelde als jeugdparlementariër voor het district Wanica in Suriname. Maar tegelijkertijd was ik ook vanaf 2016 sexual advocate bij de Jongeren Arafa Stichting Lobby, de JAM. Ik heb mogen dienen als laatste groep en coördinator van de groep Sexual Rights. En daarnaast ben ik ook basic life skill coach. Dus het jongerenwerk zit me eigenlijk altijd heel dicht bij mijn hart. Ik heb samen met mijn collega ook projecten gedaan voor de UNICEF. We hebben aan verschillende debatprogramma's mogen meedoen. Een van de bekendste welke Kroto is, of ja was, om het zo, ja, weer terug eigenlijk. Vanuit mijn werk probeer ik eigenlijk ook altijd die awareness te brengen als het met programma's is. Dus je merkt dat, ook al zou ik willen escapen van jongerenwerk, dat zou me nooit lukken. Mijn recente rol is dus de youth officer geweest voor Suriname, een van de CARICOM youth officers onder leiding van geweest ambassadeur Peking. Ze is een geweldige voorloper geweest en daar heb ik dus mogen dienen 2 jaar als CARICOM youth officer. Voor mij was dat het moment dat ik mijn plafond op dat moment had bereikt, om het zo te zeggen. En de volgende stap was dus kandidatuur voor ambassadeurschap voor Suriname. Ja, en om de gemeenschap thuis dus zo goed mogelijk te informeren, wie van jullie 2 kan me uitleggen wat dit werk precies inhoudt? Ja, ik denk dat ik kan beginnen en dan gaat mijn collega aanvullen. Als CARICOM jeugdambassadeur ben je eigenlijk de stem van de Surinaams, tussen de Surinaamse jongeren en CARICOM leiders. Maar tegelijkertijd is het heel belangrijk dat je de stem bent van de jongeren naar de CARICOM leiders. Het is ook belangrijk dat je dus de jongeren in Suriname gaat informeren over CARICOM, de voordelen. Een van de geweldige voordelen die bijvoorbeeld CSME met zich meebrengt als het gaat voor ondernemers, als het gaat voor studenten en werkgelegenheid. Dus dat is eigenlijk de voornaamste taak. Ik denk dat Richard kan aanvullen. Ja, en je krijgt ook de gelegenheid om op beleidsniveau je ideeën te delen met de overheid en je deelt ook dat van de jeugdraad, dus ook van andere organisaties neem je ook mee om dat ook op tafel te leggen bij de overheid, zodat we gezamenlijk een beleid kunnen uitstippelen dat ten behoeve zal zijn voor ieder. Ja, en jullie hebben dus degelijke ervaring als ik zo naar jullie luister. Op basis daarvan, wat zouden jullie categoriseren als de grootste uitdaging voor de Surinaamse jeugd als je het in het context van de CARICOM moet plaatsen? Nou, in mijn bezoek, ik heb 2 maanden geleden deelgenomen aan de CSME-conference in Guyana. En daar is weer duidelijk geworden dat 60% van de jongeren in de regio te kampen hebben met mentale gezondheidsuitdagingen. Maar tegelijkertijd ook dat stukje van entrepreneurship en ontplooiing en ontwikkeling in CARICOM. Ik denk dat het nog niet bewust is in alle CARICOM-landen, zelfs ook in Suriname is die uitdaging. Wat CARICOM eigenlijk met zich meebrengt. Men ziet het als, het is maar een Trinidad, het is maar een Belize. Het is maar een, weet je, maar het is niet maar, het is Trinidad, het is Suriname. En ik denk, zolang die bewustwording niet op gang is gekomen bij die jongeren, we nog steeds met die uitdagingen te kampen zullen hebben. En dat loopt throughout the region en zeker ook in Suriname. Ja. Ja.
De CARICOM staat op 4 pilaren en een van de pilaren is veiligheid. En als we in de regio kijken, dan zien we dat de regio ook bedreigd wordt door klimaatverandering, de klimaatcrisis. En als Caribbean Climate Justice zou ik zeer zeker gaan pleiten voor een goed klimaatbeleid. We zien zeespiegelstijging, we zien erosie voor onze kust. Dus dat is een van de grootste bedreigingen in de regio en dat is voor mij voor nu nummer 1 prioriteit. En daarvoor ga ik zeer zeker pleiten. Goeie beantwoording, want dat zou de volgende vraag zijn wat je wilt gaan doen in de komende tijd. Maar Richard, wat is jouw visie voor de toekomst van de samenwerking tussen jongeren in de CARICOM-regio? Ik zou zeer zeker een visie hier duidelijk willen maken, maar ik wil eerst even met mijn collega praten. Niet alleen met mijn collega, maar ook met alle andere organisaties om samen een duidelijk visie te bepalen. Ik kan dat zeggen, maar het is ook belangrijk om ook de meningen van anderen mee te nemen. Mm-hmm. En daarna kunnen we zeggen van hey, dit is onze visie voor de komende 10, 20, 30 jaar. Ik denk dat het ook belangrijk is om even te verduidelijken dat als CARICOM Youth Ambassador we joint projecten moeten doen. Ik heb bijvoorbeeld mijn visie over mentale gezondheid, LGBT community, jongeren op een spectrum. En mijn collega focust heel erg sterk op climate. Dus wij gaan nu de komende 2 jaar projecten moeten samenstellen, initiëren, die samenstromen eigenlijk. Dus zodat we dat hebben gedaan, dan zullen de jongeren dat zeker weten van ons horen. En natuurlijk ook de overige organisaties. Ja, ik snap dat jullie dus pas in deze functie dienen, maar zijn er specifieke projecten waarnaar jullie denken of hebben jullie al eentje in mind die binnenkort uitgevoerd zal worden? Ja. Om het globaal te houden, we naderen een trainingstraject. Maar als we kijken naar projecten, dan denk ik zeker aan onze thema's waarop we ons focussen. Ik zei al, ik focus me op mentale gezondheid, jongeren op een spectrum, de LGBT community, maar ook de regionale integratie. En als ik denk aan projecten, dan is het eigenlijk hoe gaan wij die vertaalslag maken naar die jongeren om ze te interesseren zodat die bewustwording op gang kan komen. Want we praten jaar en dag erover, we houden geweldige seminars, maar er wordt weinig tot niet geëvalueerd. En als je maar stopt in die jongere samenleving en je niet gaat evalueren als het daadwerkelijk is aangeslagen, dan mag je 10.000 seminars houden, maar je krijgt er niets uit. Dus dat is sowieso iets waarop we gaan focussen de komende 2 jaar. Ja, en Richard, Aranza sprak daar net over een trainingsfase waarin jullie dus je gaan moeten inwerken. Wat houdt deze in? Wat deze inhoudt? Zo, dat moet nog duidelijk zijn. Ik ben er pas bij in het geheel CARICOM gebeuren, maar ik denk dat het zeer zeker te maken zal hebben met het werk dat wij als ambassadeurs moeten uitvoeren. Ik denk over CSMA, Caribbean, CARICOM, Single Market en Economy. Ik denk dat is wat het zal inhouden. Dat hoe is lang? Wat ik denk. Hoe lang zal het duren? Twee maanden en we krijgen dan ook de gelegenheid om een korps samen te stellen, evenals de SDG Ambassadors. En ons korps gaat dan bestaan uit, we weten nog niet hoeveel, de laatste keer waren het 12. Ik kies er 6, hij kiest 6 youth officers en die zijn dan ondersteunend. En dat vormt dan eigenlijk CARICOM Korps voor Suriname, met als leiders dan de youth ambassadors. Oké. Ja, deze vraag is voor jullie beiden. Welke specifieke vaardigheden of kennis denk je dat essentieel zijn voor een succesvolle CARICOM jeugdambassadeur? Want je kan het wel zijn, maar aan het eind van de rit moet je toch zeggen van ja, we hebben onze doelen bereikt en we hebben dus die bewustwording of die communicatie goed onderhouden met de jeugd. Zo, je gaat vastberaden moeten zijn om die doelen te bereiken. Snap je, want along the way gaat er tegenslagen zijn, maar je moet altijd vastberaden zijn en om doelgericht je werk te doen. Dus kom wat mee, we gaan ons uiterste best doen om die doelen te bereiken die we gezegd hebben dat we willen bewerkstelligen voor de jongeren. Ja, vaardigheden als ambassadeur, mijn collega heeft het mooi gezegd, vastberaden zijn, maar tegelijkertijd moet je ook consistent zijn. Het is heel uitdagend, je draagt niet alleen maar een verantwoording voor een organisatie, je draagt een verantwoording voor de jongeren van Suriname op CARICOM niveau. Dus je gaat sowieso consistent moeten zijn, maar tegelijkertijd ga je ook heel erg inclusief moeten zijn en tegelijkertijd, een van de belangrijkste, communicatie, we zijn een team. Het is belangrijk dat ik mijn counterpart begrijp en hij mee. Dus dat is Als ik zo naar jullie luister, dan zijn jullie zeer gedreven. Wat is jullie inspiratiebron? Van waar haal je inspiratie? Naar wie kijk je op om dit allemaal te kunnen doen? Zo, mijn inspiratiebron is God.
Hij is degene die mij inspireert om elke dag op te staan en een fighter te zijn voor de jongeren. Dus mijn inspiratiebron is de grote man daarboven. Hij geeft me de kracht om door te gaan. Ja, het is een beetje cliché, maar collega heeft het gezegd. God is, God is inderdaad ook mijn inspiratiebron. Ik ben heel erg gelovig opgevoed en God is mijn inspiratiebron. En als tweede heb ik mijn ouders en mijn partner die achter me staan. En ik bedoel, met zo'n geweldige steun kan het niet mis. En Arantxa, zie je de rol van technologie in het verbinden van jongeren in de regio en het bevorderen van samenwerking? Ik ben heel blij met deze vraag. Zelf werk ik dus in een telecommunicatiebedrijf, Telesuur. En zeker zal ik dat ook als middel gebruiken. Ik zeg altijd één ding. Als we blijven verwijten dat social media slecht is en de jongeren het slecht gebruiken, et cetera. Ik denk dat we dat zouden moeten gebruiken als een sterkste tool. We merken nu dat social media de markt letterlijk overneemt en overheerst. Mensen lezen heel moeilijk de krant. Ze gaan eerder op bijvoorbeeld een social media website, bijvoorbeeld Star News, Dagblad, noem maar op. Dus ik denk dat met het inzetten van social media als sterkste instrument, dat we ook onze informatie mobiel kunnen maken en bijvoorbeeld mensen van de verre districten kunnen benaderen. Ik heb het in mijn speech gezegd en throughout interviews. Je bent zo sterk als je zwakste schakel en het is belangrijk dat we ook die gemeenschap gaan meenemen. Willen we echt gaan naar een CARICOM-land waarvan we kunnen zeggen, Suriname heeft zijn stempel, heeft er stempel gedrukt. Ja, en voor jou? Ja, zoals al gezegd, die social media is een geweldige tool dat we kunnen gebruiken om veel meer jongeren te bereiken en ook om awareness te brengen aan hun over de projecten die we willen uitvoeren. En dat zullen we zeer zeker gebruiken om ze te bereiken. Ja, ja. En zoals ik eerder zei, hebben jullie een, ja, jullie zijn jonge mensen, maar jullie hebben al veel gedaan, vooral op het gebied van jeugdactiviteiten. Wat hebben jullie geleerd uit die activiteiten, dus jullie betrokkenheid daarbij, dat jullie nog elke dag motiveert om door te gaan? Ik denk, voor mij persoonlijk is het de liefde die je hebt voor je land. Voor mij is het echt de liefde die je hebt voor je land, maar tegelijkertijd de Surinaamse jeugd. Als we blijven zeggen, de jeugd is de toekomst en we stoppen er niet in, dan ben ik die nu de jeugd is na een paar jaren 40 jaar en dan moeten we weer helemaal opnieuw beginnen, want we hebben ze de kans niet gegeven. Dus ik denk als je kijkt naar de positieve ontwikkelingen die je eruit haalt, ik heb ook groepen getraind, gecoacht en als je nu naar die jongeren kijkt, is dat wel een motivatiebron dat we moeten stoppen met verwijten en juist stoppen in die jongere generatie. Ja, zoals ze al zegt, de wereld is op zoek naar mensen die oplossingsmodellen hebben. En ik heb geleerd dat je in het leven drie type mensen hebt. People who ask questions, people who wonder what happens and people who make things happen. En ik heb besloten om iemand te zijn who make things happen. So, dat is mijn motivatie. En ik heb ook liefde voor mijn land en daarom zal ik me zeer zeker inzetten voor de jeugd. Ja, jullie zijn de nieuwe jeugd en de nieuwe CARICOM jeugdambassadeurs, als ik het goed zeg. En bij de vorige ploeg hebben we gezien dat één van ze heel vaak in opspraak kwam. Eigenlijk kunnen we zeggen dat er ook uitdagingen en tegenslagen zijn bij elke functie die je zal bekleden. Hoe zijn jullie daarop voorbereid? Zo, ik zou zeggen dat ik Arantxa al heel lang ken. Dus die goede band die we vanaf toen met elkaar hebben ontwikkeld, dat we zeer zeker eraan zullen werken om het te versterken. En ik geloof dat we een productieve samenwerking zullen hebben met elkaar. Ja, vanaf het begin. Kijk, we zijn één korps. Niet alleen CARICOM, met SDG ook. Als je die cohesie zou zien tussen ons, dan merk je dat we één korps zijn. Mm. En zoals Richard zegt, we hebben vanaf het begin gezegd, we moeten openstaan voor kritiek. Ja. En natuurlijk, dat was een van de sollicitatievragen trouwens, hoe zou je met conflicten omgaan? Ik denk dat het ministerie heeft geleerd uit, zeg maar, het voorgaande koppel, zeg maar. Maar ook V. King heeft een goed voorbeeld gegeven, how to be composed en gewoon doorgaan met je werk. En ik vrees dat het zal lukken. We hoeven ook niet eens te zijn over alles. Klopt, want dat ga je hebben. Zodat we elkaar maar kunnen respecteren. En zo, dat geloof ik wel dat het wel zal lukken. Hmm. Oké. En hoe willen jullie je eigen persoonlijke ontwikkeling als leider bevorderen tijdens deze rol? Ja. Wil je als eerst antwoord geven? Volg jou zo. Ja, hoe wil ik mijn persoonlijke, wat was je vraag, mijn persoonlijke? Hoe wil je eigen persoonlijke ontwikkeling als leider bevorderen tijdens deze rol? Ja, eigenlijk werk je als leider, als young leader, young activist, werk je dagelijks aan jezelf. Zeker als je in zo'n rol zit. Door samen met de jongeren eigenlijk te werken, want
je kan op een podium staan en tot ze praten, maar je leert veel meer als je tussen ze bent en met ze werkt. Dus ik denk dat soort vaardigheden zal ik sowieso wel meenemen. En dat zal heel erg vormend zijn. Gisteren heb ik ook in een interview gezegd, als ik kijk naar jonge leiders of als ik denk aan hoe zouden leiders eruit moeten zien van de toekomst, dan kijk ik naar mijn collega's en mezelf. Dat is wat Suriname nodig heeft. Ja, zoals Ali aangegeven, op het gebied van praktische, daar ga je veel meer leren. Ik moet ook gaan wennen aan interviews voor een camera nu zitten, dus het geeft me ook een beetje senior. Maar ik werk zeer zeker eraan en ik weet dat mijn leiderschapskills zeer zeker versterkt zullen worden gedurende dit traject en dat ik er beter van zal worden. Ja, iets dat we ook hebben gezien in de voorgaande jaren is dat een jongeren die in deze functie zijn beland heel vaak dus ook politieke ambities hebben. Hebben jullie dat ook? Ja, je mag een ambitie hebben als persoon, als CARICOM ambassador, als jeugdraadslid, als jongere, mag je een politieke ambitie hebben. Belangrijk is dat we in deze 2 jaren dat terzijde leggen en focussen op regionaal en nationaal belang. Dus in onze rol als CARICOM youth ambassadors hebben we geen politieke kleur, we staan neutraal. Je politieke kleur heb je natuurlijk in privé, maar je zal ons niet zien speechen als propagandist op een politiek podium, omdat we niet werken voor een groene, een gele, een rode, een paarse, maakt dat uit. Welke kleur? Jongeren, maar je werkt gewoon voor jongeren voor Suriname, van Suriname in het algemeen. Dus alle politieke zaken terzijde gelegd. Maar ja, natuurlijk, je hebt die ambities, maar je moet natuurlijk een onderscheid kunnen maken. Deze vraag is gisteren ook gesteld en ik zal ook hetzelfde antwoord geven. We weten niet wat de dag van morgen zal baren. Maar wat ik weet is dat we voor nu gekozen zijn als jeugdambassadeurs voor 2 jaren. En daaraan zullen we ons focussen. Wat daarna zal volgen, zullen we nog zien hoe het zal uitpakken. Ja. En jullie grootste doelgroep zijn de jongeren in Suriname. Wat is jullie boodschap naar deze jongeren? Nou, er is hoop. Men moet hoopvol blijven. Kijk, wij jongeren zouden ook gedemotiveerd kunnen zijn als we ook kijken naar de omstandigheden om ons heen. Maar we hebben gezegd, weet je wat, we gaan niet aan de kantlijn blijven staan. We gaan vechten voor ons land en het komt zeker goed met Suriname als we altijd gemotiveerd blijven. Ja, mijn boodschap is, je stem is je sterkste instrument. Zet het in. Wil je deel zijn van die verandering? Blijf niet langer aan de kantlijn staan. We zijn jeugdambassadeurs die heel erg transparant en toegankelijk zijn. En het is belangrijk dat je met ons connect. Dus ik zou zeggen, wees part of the journey. En dan kan je morgen ook aan jouw kinderen vertellen dat je hebt gewerkt aan de opbouw van Suriname. Ja. Dank jullie wel en veel succes met jullie nieuwe functie. Dank u. En we praten vandaag ook met de SDG jeugdambassadeurs. We praten met Amrish Lalsa en Drusilla Blinker. We beginnen met Amrish. Wat heeft je geïnspireerd om je kandidaat te stellen voor deze functie? Nou, ik heb me jarenlang ingezet voor het jeugdwerk. Mijn carrière is begonnen bij het Nationaal Jeugdinstituut. Ik had in het jaar 2016-17 begonnen eigenlijk mijn carrière. Als kandidaat jeugdparlementariër. Jammer genoeg had ik de verkiezingen niet gehaald, maar dat vormde motivatie. Ik kreeg toen wel de functie van jeugddistrictraadslid van Ikeri, omdat ik ook vandaar afkomstig ben. En daar begon eigenlijk mijn carrière. Ik ben dus dan jeugddistrictraadslid geweest van Ikeri en daarnaast ook ben ik youth officer geweest van de United Nations Sustainable Development Goals. En daarnaast ben ik ook verbonden geweest aan diverse jeugdorganisaties, zoals Leoclub Kula, UNFP Suriname. Ook medeoprichter geweest van de Surinaamse Juridische Faculteitsvereniging. En toen dacht ik van, nu is het wel tijd voor mij, de tijd is echt rijp om Suriname te vertegenwoordigen op nationaal en internationaal niveau. Dus vandaar dat ik dacht van, ik ga mijn kandidaat stellen. Toen zag ik dus een open vacature van het ministerie. Heb ik daarnaar gesolliciteerd naar een hele selectieprocedure met houden van presentaties en op basis van kennis en kunde word je dan, kiest het jeugdraad eigenlijk voor de jeugdambassadeur, waaronder dus ik gekozen ben. Ook erbij gezegd hebbende, de mensen dus die niet gekozen zijn, wil niet zeggen dat ze niet capabel zijn. We gaan ze sowieso in onze korps een plekje geven. Ze zijn allemaal hele capabele Surinaamse jonge mensen. En dus hadden ze zich nooit kandidaat gesteld. Dus zo. Ja, en wat doe je normaal in het dagelijks leven? Ik ben bezig met mijn studie. Ik sta op het punt op mijn carrière als
jurist eigenlijk af te ronden. Ik ga sowieso nog verder studeren. Dat doe ik. In het dagelijks leven ben ik ook werkzaam geweest. Momenteel ben ik nog eventjes gestopt, maar ik zal dat sowieso weer oppakken. Oké, en je sprak over je betrokkenheid dus bij NJP, Nationaal Jeugdparlement, of instituut. En dat je dus kandidaat was in Nikeri. Heb je een verschil mogen ervaren tussen dus de mensen in Paramaribo en de mensen in Nikeri? Inderdaad is er heel veel verschil. Nigeriaanse jongeren hebben niet even veel kansen als een jeugdige van Paramaribo. Een mooi voorbeeld van mijzelf, toen ik dus van het VWO was geslaagd, waren er beperkte studiemogelijkheden voor mij. Ik koos van nee. Ik dacht bij mezelf, nee, ik ga dit echt niet doen, want dat trekt me echt niet aan. Ik wil wel verder studeren op de universiteit, maar dan moet je maar ervoor kiezen om te vertrekken naar Paramaribo. Dus met twee vuilende zakken kleren kwam ik echt naar Paramaribo om eigenlijk mijn doel te bereiken. Het heeft me heel veel jaar gekost, omdat je ook heel veel andere zaken bij komt kijken. Je komt in een omgeving en in een wereld die je eigenlijk niet gewend bent. Je moet heel veel aanpassen aan de gewoonte en noem maar op. Het heeft me heel veel gekost, maar met Gods wil hoop ik dat af te ronden. Ja. Sowieso omdat ik nu een voorbeeldfiguur ben en dus de beste voorbeeld wil zijn voor de Surinaamse jeugd. Ja, en Drusilla, wat is jouw achtergrond? Nou, mijn achtergrond, ik ben in 2013, dat was dus op mijn 13e, ben ik begonnen met jeugdwerk binnen de jongerenorganisatie SLH Youth Initiative. En dat is eigenlijk het jeugdinitiatief van Stichting Liefdevolle Handen. En van daaruit heb je dus dat ik een peer educator training heb mogen volgen. En in 2019 mocht ik voor het eerst de Surinaamse jongeren vertegenwoordigen op de First Caribbean Youth Forum in Barbados, waarbij we dan ook een seedfond hebben gewonnen, we waren een van de drie winnende landen, om een project uit te voeren met de jongeren. En van toen af aan heb je dus dat ik in feite verder mocht gaan om Suriname te vertegenwoordigen, maar ook mijn peers in Latijns-Amerika en het Caribisch gebied. Dus dat heb ik mogen doen bij Global Youth Forums en tijdens regular sessions van de OAS. Dus dat is eigenlijk hoe ik dat zo een beetje doe. Ik ben momenteel dan van hetzelfde jeugdinitiatief waar ik ben begonnen, aangesteld als directeur. En ik werk dan ook in het dagelijks leven als kwaliteitsmanager bij Stichting Liefdevolle Handen zelf. Ik heb nog een paar andere zaken. Ik ben bijvoorbeeld focal point van de Global Prevention Declaration. En ik ben dan ook deel van het core team die bezig is een rapport te schrijven over eigenlijk de drugscenario over de hele wereld. Dus dat is het zo'n beetje. En wat heeft je geïnspireerd om je kandidaat te stellen voor deze functie van SDG Youth Ambassadeur? Oh, om heel eerlijk te zijn, ik heb het een paar keer langs zien komen en ik scrolde gewoon elke keer door. Hè. Maar uiteindelijk heb je dat een aantal mensen die weten wat ik doe, naar me toe gestuurd hebben en zeggen van hey, ik denk dat dit wel iets voor jou is. En toen dacht ik van nee, als men dat ziet, dan zou ik dat misschien moeten proberen. Ik heb het geprobeerd en uiteindelijk heb je dus dat het voor mij wel een manier is waarbij ik de Surinaamse jongeren kan stimuleren wanneer het gaat om de duurzame ontwikkelingsdoelen. Dus ik ben dan wel echt dankbaar dat ik vandaag dan hier mag zitten als SDGU ambassadeur. Ja, en je doet ook een heleboel andere zaken, heb je daar net ook aan gehaald. Ben je ook bezig met de studie, heb je een studie afgerond? Ik heb mijn bachelor in Social Human Studies met een major in psychologie. Dus dat is wat ik zo'n beetje heb gedaan. Ik heb sowieso ook andere dingen die ik doe. Ik probeer mezelf elk jaar zo'n beetje bij te scholen. Ook al zijn het verschillende trainingssessies online, heb je dus dat ik me daarmee bezig hou. Maar officieel is dan datgene wat ik gestudeerd heb. Ja, en als we kijken naar de stand van zaken hier in Suriname als het gaat om de duurzame ontwikkelingsdoelen, wat is jullie visie daarover? Nou, ik mag wel aangeven dus dat het plan was om voor 2030 bepaalde zaken te bereiken. Maar als we kijken dus naar de gap die is gaan ontstaan door de COVID-periode, heb je dus dat we nog een beetje achterstand hebben op bepaalde zaken. En nu is het eigenlijk het moment om dat in te lopen. En het is dan een moeilijke situatie nu, omdat het 5 jaren zijn voor 2030. En wij zijn er 2 jaren als SDGU-ambassadeurs. Maar je hebt dus door middel van verschillende programma's, workshops, verschillende activiteiten heb je dus dat we dan ervoor willen zorgen dat we toch wel een misschien een kleine inhaalsprong maken wat de dingen betreft. Ja, oké. Het werk van een SDG-jeugdambassadeur, wat houdt dat in
Amrish? Het werk van het SDG-ambassadeur is sowieso ben je dus ambassadeur van de Sustainable Development Goals. Dus alle 17 doelen. En die je dus in Suriname als ambassadeur dient te promoten. En ook projecten dient te implementeren ter ondersteuning van de 17 doelen. Het is breed als we praten over Suriname als land. Denk ik niet dat we nog daar zijn zoals mijn collega dat aangaf. Er moet ook een decentralisatie plaatsvinden. Je ziet dat Paramaribo wel bewust is van de Sustainable Development Goals, maar als je kijkt naar Sipaliwini bijvoorbeeld, in Marowijne, in Ikeri, is er nog niet echt een bewustzijn. Sommige mensen kunnen me niet eens vertellen wat het allemaal inhoudt, dus er moet wel een decentralisatie van bestuur plaatsvinden. En daaraan zullen wij als uw ambassadeur de komende 2 jaar aan invulling geven. Ja. En zijn er specifieke duurzame ontwikkelingsdoelen uit de 17 die jullie het meest aanspreken? Zoals ik ook in mijn speech heb aangegeven voordat ik ben gekozen, zal ik me inzetten voor doel nummer 4, dat is dus kwaliteitsonderwijs. Ik vind dat het heel belangrijk is dat mensen kwaliteit onderwijs volgen. Education is de basis voor een better future, vind ik. Zoals Nelson Mandela het al zei. Ik zeg het altijd, with education you can change the world. Educatie is de basis voor alles. Dus gaan we daarvoor inzetten. En mijn collega, sowieso ook de andere 16 overige doelen. Maar dat is mijn main point, ja. Main focus. En je sprak dus daarnet over het onderwijs. Wat vind je persoonlijk van onze onderwijs in Suriname? Als jeugdambassadeur heb ik dus in mijn presentatie ook aangegeven dat het onderwijs heel veel valkuilen heeft momenteel. Als we kijken naar de berichten die er dus op de media verschijnen en als je ook de ouders vraagt naar allemaal wat er gaande zijn en ook de leerkrachten interviewt. Er zijn heel veel problemen. We hebben gezien dat leerkrachten wegtrekken van Suriname. Er is een brain drain van leerkrachten. Sommige scholen hebben een tekort aan leerkrachten. Sommige scholen hebben een tekort aan tafels en stoelen. Het nieuwe leersysteem van Suriname, ik denk dat het ministerie dat beter moet gaan evalueren. We moeten wel als land openstaan voor vernieuwing en dat is allemaal goed, want we kunnen niet werken uit de verouderde boeken. Nieuwe leersystemen zijn heel mooi en prachtig, maar een hele goede evaluatie is ook vereist. Ja. En Drusilla, wat is een, de SDG waar je het meest aandacht wil aan gaan schenken? Nou, ik heb gekozen voor SDG nummer 3 en dat is goede gezondheid en welzijn, omdat ik in het dagelijks leven bij de organisatie waar ik ben aangesloten, me ook daarmee bezig hou. We zijn dan bezig te kijken naar niet alleen de fysieke gezondheid van de jongeren, maar ook de mentale gezondheid. Omdat we merken dus dat de cijfers stijgen van dus, seksuele overdraagbare infecties, mentale aandoeningen, je hebt een heleboel suïcidegevallen, al dat soort zaken spelen nu een grote rol. En je hebt dus dat, wanneer we kijken dus naar drugs, dat men heel vaak niet kijkt naar als er zijn een gezondheidsprobleem, maar het zorgt voor heel veel zaken qua gezondheid. Dus dat is een van de zaken waarop ik me wil richten en ik wil dat sowieso ook gaan combineren met dat van het onderwijssysteem, omdat ik het belangrijk vind dat preventie-interventies geïncorporeerd worden in het onderwijssysteem. Omdat we heel vaak de dingen overlaten aan misschien de ouders daar thuis of dat we wachten op NGO's om daar te zijn om bepaalde dingen te doen. Maar je hebt dus dat als het in het onderwijssysteem geïncorporeerd wordt, dat jongeren in feite al kennis hebben over bepaalde zaken en ze dan bewuste keuzes kunnen maken. Als je hier kennis hebt over iets, nou, dan doe je wat en je leert eruit. Maar als je kennis hebt erover, dan weet je van, nee, ik maak een bewuste keuze. Goede keuze of... Een keuze die eigenlijk negatieve gevolgen zal hebben. Ja, en hoe zien jullie de rol van jongeren in het realiseren van de SDG's in Suriname? Nou, we hebben het al eens aangegeven, dus dat het voor ons belangrijk is om de jongeren binnen de verschillende districten te benaderen. Want er zijn sowieso niet alleen in Paramaribo ambitieuze jonge leiders, maar je hebt overal in Suriname. En het is dan goed om alle jongeren erbij te betrekken en te zeggen van hey, in zo'n district heb je deze jongeren die bezig zijn, in zo'n district heb je andere jongeren die bezig zijn, om te weten wat de pijnpunten zijn. Toch? Omdat we in Paramaribo heb je weer andere vraagpunten, maar in bijvoorbeeld Nikeri, zoals mijn collega dat aangeeft, heb je weer andere zaken waarop er gelet moet worden. Dus op deze manier willen we dan de jongeren bij elkaar krijgen, ook al is het gewoon online, toch, omdat het niet altijd fysiek zou kunnen,
Maar om ervoor te zorgen dus dat we dan, zoals er was gezegd, decentralisatie hebben van die duurzame ontwikkelingsdoelen. Ja, en Amrish, wat zijn volgens jou de grootste uitdagingen voor het bereiken van de SDGs in Suriname? Een van de grootste uitdagingen die ik zie momenteel is de economische situatie in Suriname. Dat is een van de grootste uitdagingen waarmee wij eigenlijk ook zitten om onze projecten te financieren. Maar we hebben dus ook gekeken naar de sectoren met die we kunnen samenwerken. Wij vinden best wel dat we het niet alleen kunnen doen. We hebben hele samenwerking is een hele belangrijke factor in deze. Dus we gaan sowieso de private sector, het bedrijfsleven, NGO's, niet-governementele en de governementele organisaties benaderen om samen te werken met ons. En hierbij maak ik dus ook van de gelegenheid gebruik om alle organisaties die zich bezighouden met jeugdbeleid of de Sustainable Development Goals, om ons te benaderen, laten we samenwerken en omdat we eigenlijk voor hetzelfde doel gaan. Ja. In het voorgesprek, Drusilla, hoorde ik dus van welke buurt je afkomstig bent. En als je dus rondkijkt in je eigen buurt, wat zou je zeggen over dus de kennis die de jeugdigen daar dragen over de SDGs? Nou, dus ik zou dat eigenlijk ook aangeven als een van de grote dingen waar we tegenop kijken. Omdat je hebt dus dat veel mensen niet echt kennis hebben over wat het precies inhoudt. Wat zijn de SDGs? Het lijkt iets van heel ver als je ernaar kijkt, toch? Maar je hebt dus dat als ik in mijn omgeving kijk, heel veel jongeren dat nog niet weten. Ze horen wel wat SDG, SDG, zelfs volwassenen hoor. Als je zegt SDG, zeggen ze, wat is dat? SD, SD? Nee, en dan leg je dat uit. Dus binnen onze positie denk ik dat het goed is om gebruik te maken van de gelegenheid om in feite awareness en kennis te verspreiden omtrent wat de duurzame ontwikkelingsdoelen eigenlijk inhouden en waarom ze belangrijk zijn. Het is niet iets van ver van mijn bedshow, maar het is iets dat te maken heeft met ons allen en dat we allemaal een bijdrage kunnen leveren. Dus, ja. Nu hebben we gesproken over dus twee duurzame ontwikkelingsdoelen, bijvoorbeeld gezondheid en onderwijs. Maar natuurlijk zijn er dus nog 15 andere. De overheid is al een tijdje bezig met het realiseren of een stappen vooruit maken. Wat is jullie mening over die vorderingen die de overheid heeft geboekt? Het is belangrijk. Het is heel belangrijk, want als je een hele goede land wil besturen, dat je dus dan de Sustainable Development Goals, alle 17e doelen, incorporeert in je nationale beleid. Dat is heel belangrijk. Op heel veel gebieden zien we dat wel terug, maar op heel veel gebieden weer niet. Dus ik denk dat het belangrijk is dat beleidsmakers wel ernaar kijken. Dat de 17 doelen, wil je een land heel goed besturen, dat de 17 doelen, dat zijn dus de basisdoelen eigenlijk, de basisprincipes, wel incorporeren in je nationale beleid. Ja, en we leven in een moderne wereld. Het is heel makkelijk om anderen te bereiken. Je hebt eerder aangehaald dat het niet specifiek dat die bijeenkomsten bijvoorbeeld niet in person hoeven te zijn, maar het kan ook virtueel. Hoe gaan jullie gebruik maken dus van de moderne technologie om zoveel als mogelijk jongeren te bereiken? Nou, ten eerste heb je dus dat we als organisatie ook echt bezig zijn om de jongeren op die manier te bereiken. Omdat we heel vaak wanneer je bezig bent met bepaalde zaken, als je niet iets doet die eigenlijk de interesse opwekt van jongeren, je ze niet gaat bereiken. Dus we zullen dan gebruik maken van de verschillende social media platformen om op die manier eigenlijk kleine schetsjes, video's, een paar informatieve dingen te sharen, maar ook gewoon meetings organiseren online, waarbij eigenlijk het niet alleen is van we gaan hierover praten, maar dat het een beetje interactief is en de jongeren de gelegenheid hebben om zichzelf te uiten. Verder heb je dus dat we ook gebruik zullen maken hiervan door challenges te ontwikkelen, zodat de jongeren een beetje creatief bezig zijn en ze op die manier eigenlijk de informatie een beetje vereenvoudigen. Soms, als je het uitlegt, heb je dus dat het een beetje onbegrijpbaar is. Maar wanneer je zelf ermee bezig bent en je dan iets in elkaar moet zetten, heb je dus dat de informatie dan een beetje makkelijk te begrijpen is. Ja, en net als de CARICOM jeugdambassadeurs, ga ik ervan uit dat jullie ook terechtkomen in een trainingstraject. Wat hopen jullie daaruit te leren? Heel veel. Het trainingstraject, ik wil best wel zien
wat de meerwaarde is van de overheid in onze traject van 2 jaren. Dus als we dat weten, kunnen wij dan onze traject ook goed voortzetten. Hoeveel gelden er vrijgemaakt zal worden vanuit de overheid en welke projecten we allemaal kunnen doen en op welke wijze wij eigenlijk invulling zouden kunnen geven aan de Sustainable Development Goals als ambassadeur vanuit de overheid. Let wel, de overheid is ook een bijzondere partner van ons, maar dat wil niet zeggen dat we alleen met de overheid zullen samenwerken. We zullen samenwerken met een ieder die open staat om een samenwerking met ons aan te gaan. Ja. En welke concrete doelen willen jullie bereiken tijdens jullie ambtstermijn? Ik hoop als ambassadeur, wanneer ik mijn ambtstermijn in mijn afrondingsspeech ooit mag geven, dat ik ten eerste kan zeggen van ik heb heel veel energie gestopt in kwaliteitsonderwijs. Ik heb mijn best gedaan als ambassadeur om de Surinaamse jeugd er bewust van te maken dat onderwijs en het volgen van kwaliteitsonderwijs, dat ik de Surinaamse jeugd er bewust van maak dat het volgen van onderwijs heel belangrijk is, wil je vooruitgaan in je eigen leven en ook een plek maken binnen de maatschappij voor jezelf. Ja. Drusilla, heel vaak wanneer we praten over de jeugdambassadeurs, dan zijn we vaak gefocust op wat jullie kunnen betekenen voor de jongeren en in hoeverre jullie de nodige bewustwording op gang kunnen brengen. Hebben jullie ooit nagedacht over dat die bewustwording ook bij volwassenen moet komen? Want zij kunnen dus bijvoorbeeld kinderen in huis beïnvloeden. Ja, dat is inderdaad een belangrijk factor, omdat wanneer we kijken naar zaken, heb je dus dat je niet alleen kijkt naar het kind, maar je kijkt naar de directe omgeving en de verschillende sociale plekken waar ze zich bezighouden, dus op de scholen, in sportverenigingen, al dat soort zaken. Dus sowieso heb je dat de volwassenen ook betrokken zullen worden, omdat ze dan ook een partner zijn van ons, omdat ze eigenlijk ook een partner zijn van ons om dit eigenlijk te bewerkstelligen. Toch om die informatie te delen en de jongeren eigenlijk bewust te maken van het belang van de duurzame ontwikkelingsdoelen. Ja, heel mooi dat jullie dus ook volwassenen willen gaan betrekken. Aanvulling misschien? Ja. Ter aanvulling, kijk, het is heel belangrijk. Alles begint bij de opvoeding. Dus het is een samenwerking. Ouders en verzorgers, je hebt de jeugd aan de andere kant en je hebt de centrale overheid. Dus een samenwerking van al deze 3 factoren. Wil je de doelen bereiken, zou je dan alle 3 facetten moeten meenemen in je beleid. Ja, en jullie hebben dus eerder al aangehaald dat jullie samen willen werken met andere organisaties, overheidsinstanties, maar er zijn ook buurtorganisaties. Hoe gaan jullie werken met dus nationale, internationale organisaties om dus die doelen daadwerkelijk te kunnen bereiken? Nou, je hebt momenteel dus dat we allemaal de verschillende organisaties in kaart proberen te brengen om te weten wie de mensen allemaal zijn met wie we samen zouden kunnen werken. In Suriname, maar ook buiten Suriname. En je hebt dus dat ieder van ons zo'n beetje ervaring heeft en een netwerk heeft. En we zijn daar bezig te kijken hoe we dat met elkaar kunnen delen. En op deze manier eigenlijk gebruik daarvan te maken om de doelen die we graag willen bereiken binnen ons termijn, om dat te kunnen realiseren. Wil je aanvullen? Nee, geen aanvulling. Okay. Ik sluit me aan bij mijn collega. Oké. En als we kijken naar wat jullie persoonlijk willen bereiken, wat hopen jullie te leren en te ontwikkelen tijdens deze 2 jaren? Nogmaals een vraag. Wat hopen jullie persoonlijk te leren tijdens deze 2 jaren? Ik hoop persoonlijk heel veel, ik heb wel heel veel ervaring op nationaal gebied opgebouwd. Internationaal heb ik die ervaring nog niet als zodanig. Ik hoop wel dat ik Suriname, wanneer ik Suriname uitdraag op internationaal niveau, dat ik al die ervaring mag meenemen voor de toekomst en ook kan overdragen aan de Surinaamse jeugd en mijn ervaring kan delen en zo ook hun kan motiveren. Want na enkele jaren heb je dan weer die jongeren die vandaag, die ook hier zullen zitten als ambassadeur. Yes, en jij, Drusilla? Nou, voor mezelf heb je dus dat ik ben iemand die wil van leren. Hè. Dat ben ik vanaf het begin, vanaf mijn 3e heb je als ik soms zat en dan schreef ik bepaalde letters. En dan heb je dus dat ik om mijn 5e begon te lezen. Dus ik ben altijd iemand geweest die wil weten.
Dus dit is voor mij eigenlijk een kans om diepgaande informatie te krijgen over wat de SDGs precies zijn. Omdat we het constant horen, je hebt dus dat we bepaalde zaken lezen, maar je hebt dat binnen de VN en bepaalde meetings gehouden worden, bepaalde zaken besproken worden. En ik zou daarbij eigenlijk ook echt die diepgaande informatie willen hebben om te weten hoe ik een betere bijdrage zou kunnen leveren, niet alleen binnen mijn termijn als jeugdambassadeur, maar ook gewoon over het algemeen. Hoe heb je dat andere jongeren betrokken kunnen raken? Omdat we heel vaak gewoon zitten en de jongeren in Suriname weten niet dat er bepaalde opportunities zijn. Dus ik wil me daarin ook gaan scholen om te weten hoe ik eigenlijk de Surinaamse jongeren dichterbij kan brengen bij de verschillende opportunities die er zijn. Dus dat is het zo'n beetje. Ja, en zoals we alle weten, komt niet zonder slag of stoel. Dus er zullen tegenslagen zijn, er zal kritiek zijn, er zullen uitdagingen zijn. Hoe zijn jullie van plan met die om te gaan? Dat hebben we ook al gehad eigenlijk. Dat krijg je dagelijks. Mensen zullen altijd iets zeggen. Het is heel belangrijk om het positieve mee te nemen en het negatieve achterwege te laten. Uiteindelijk ben je voor een doel gekozen en altijd gaan voor je doel. Ik heb één ding gezegd aan mijn collega toen ik ben gekozen. Ik zal echt het positieve meenemen en het negatieve achterwege laten. En zo gaan we ons ambtstermijn beginnen. We hebben hier geen tijd om echt aandacht te besteden aan het negatieve. Sowieso zullen we dat meenemen. En als het op waarheid berust en dat we het kunnen veranderen, zullen we dat sowieso doen. Maar bovenal zijn we positieve mensen en zullen we op een positieve manier ons werk gaan doen. Russell, wil je aanvullen? Ja, voor mij, ik zeg, iedereen heeft een mening. Iedereen heeft het recht om zijn mening te delen. We leven in een democratisch land. Maar per slot van rekening heb je dus dat jij moet weten waarvoor je daar zit. En dat is, ik weet wat mijn doel is. Dat ik niet hier zit om persoonlijke redenen, maar dat ik dus eigenlijk iets wil bereiken voor de Surinaamse jongeren. Ik wil ze vertegenwoordigen. En dit is eigenlijk een manier waarop ik dat kan doen. Dus in mijn leven, ik ben al een aantal jaren bezig en je hebt dus dat ik ook op verschillende vlakken ben gekomen, verschillende niveaus, internationaal, zowel regionaal. En je hebt dus dat ik daar al kritiek heb gehad op bepaalde zaken. Dus op den duur heb je dus dat je gewoon ermee leert leven en gewoon focus op datgene wat je doet, omdat je altijd, zoals mijn collega dat zei, negatieve comments zal hebben, maar gewoon focussen op het positieve en hetgene je eruit wil halen. Ik denk dat wij als ambassadeur dit wel moeten zeggen. Wij zijn geen politieke voordrachten. We zijn niet op basis van politiek gekozen. We zijn op basis van kennis en kunde en de ervaring binnen het jeugdbeleid gekozen als ambassadeur. We zijn geen politieke voordrachten. Er zijn geen politieke voordrachten geweest. Dat is heel belangrijk. Als we de berichten weer nagaan op alle social media, zien we dat mensen het vanuit een politiek perspectief benaderen. Er zijn geen politieke voordrachten geweest. We zijn puur op basis van kennis en kunde gekozen door het onafhankelijk orgaan eigenlijk. En dat is dus het jeugdraad geweest in deze. En ook onze complimenten aan het jeugdraad van Suriname, dat ze zo onafhankelijk en onpartijdig zijn geweest om ons te kiezen als te zijn de ambassadeur. Ja, goed dat je dat aanhaalt. Na deze 2 jaren zullen jullie politieke ambities hebben, want heel vaak merken we dat dus jongeren die in deze lijn bewegen, ze heel vaak politieke ambities nastreven. Hebben jullie dat ook? Kijk, de toekomst heb ik immers niet gezien. Ik weet niet wat over 5 minuutjes zal gebeuren, dus ik weet niet wat de toekomst met zich zal meebrengen. Sowieso in mijn ambtstermijn als ambassadeur zal ik altijd onpartijdig en onafhankelijk zijn en altijd vanuit mijn perspectief de zaken delen. Als er zaken positief zijn, vanuit het positief perspectief. Als er niet goed gaat, moet dat ook gezegd worden, maar als het goed gaat, moet dat ook gezegd worden. Maar ik weet niet wat de toekomst mee meeneemt, maar ik sta er wel voor open, maar voor dit moment in mijn ambtstermijn nog niet. Nou, momenteel. Aangegeven momenten heb ik geen politieke ambities. Ik ben iemand die heel veel kennis heeft voor bepaalde zaken. En daarom heb ik dus dat ik voor mezelf zeg dus dat deze periode niet een periode is voor mij om daarop te focussen. En nadien weet ik ook nog niet. Toch? Je hebt dus dat de politiek verschillende niveaus heeft. Je hebt dus dat heel vaak we eigenlijk de overheid en politiek samenbrengen. Toch? Omdat dat in feite zo is op
in het Surinaams systeem in de meeste gevallen. Maar je hebt dus dat indien ik ergens mijn bijdrage kan leveren, ik dat wel zou doen. Maar voor nu heb je dus dat ik geen politieke ambities heb. Ja, en voor de jongeren die thuis zitten en dus luisteren hiernaar, wat is jullie boodschap? Nou, mijn boodschap is dat het belangrijk is om als jonge Surinamer te weten dus wat je potentie is. Ga naar datgene wat je aanspreekt, wat is je passie en ga daarvoor. En het is heel erg belangrijk om niet alleen te kijken naar datgene rondom je heen, omdat we nu in een bepaalde periode zitten waarbij we heel veel jongeren stressen en zich druk maken met zaken. Maar ik vind dus dat het heel belangrijk is om je te focussen op het positieve. Ik zeg, er is opportunity in every crisis. Dus als het is dat je in een down moment bent, als je niet weet in feite hoe je met bepaalde zaken om moet gaan, zoek iemand op, maar probeer ook te kijken wat is hetgene dat ik hieruit kan halen. En laten we samen gaan voor de duurzame ontwikkelingsdoelen. Yes. Voor de jeugd van Suriname zou ik dit willen zeggen, blijf altijd hard je best doen. Het leven is vallen en opstaan, maar vergeet je doel niet. Blijf altijd hard je best doen en bovenal blijf jezelf op diverse manieren scholen. Sommige mensen zijn theoretisch opgeleid, sommige kunnen we zijn praktisch opgeleid. Ieder hebben we nodig in de praktijk. Dus blijf hard je best doen. En wie weet zit je na enkele jaren ook hier als ambassadeur. Dank jullie wel en veel succes met jullie nieuwe functie. Zo kijkers, heeft het gehoord van de nieuw gekozen CARICOM en SDG jeugdambassadeurs. Ze hebben nog heel veel te vertellen, maar na hun installatie door de president zullen ze hun visie en doelen kenbaar maken aan de totale gemeenschap. Blijf ze dus volgen. Bedankt voor het kijken naar deze aflevering. We zijn er volgende week terug met een nieuwe aflevering van In Gesprek Met.